De politie is het afgelopen weekend druk bezig geweest met het misdrijf dat zich vrijdagmiddag in een woning aan de Johan van Beinenstraat in Os afspeelde. Hierbij kwamen twee mensen om het leven. Uiteindelijk is gebleken dat de bewoonster van de woning, een 36-jarige mevrouw uit Os, is omgebracht door haar 44-jarige ex-vriend. Die vervolgens de hand aan zichzelf heeft geslagen, ook in dezelfde woning. En hun lichamen waren dus vrijdagmiddag aangetroffen in de woning. In de woning vond een schietpartij plaats. De meneer heeft eerst de mevrouw omgebracht met een vuurwapen. Vervolgens de hand aan zichzelf geslagen met het vuurwapen. En uit onderzoek is gebleken dat het om een illegaal wapen gaat. En is er al meer bekend over het motief? Nee, dat is nog niet bekend. Ja, wel bij de politie, maar dat zijn zaken die we niet naar buiten brengen. Heeft ook te maken met privacy van de betrokkenen. Wel is bekend dat de twee onlangs hun relatie hadden verbroken. Ja, uit onderzoek is naar voren gekomen dat de man en de vrouw een relatie hadden. Die is kort geleden beëindigd. Ze laten ook twee minderjarige kinderen na. De kinderen waren niet thuis, ze waren op school. De enige mensen in de woning waren de man en de vrouw. En we sluiten dus ook uit dat er iemand anders bij het incident betrokken is geweest. In totaal zijn zo'n 20 agenten afgelopen dagen met de zaak bezig geweest. Met de opgedane informatie is het onderzoek nu ook afgerond.